De Geen Stel Uitslagenavond wordt mede mogelijk gemaakt door poliswijzer.nl. Overstappen van zorgverzekeraar? poliswijzer.nl. Goedenavond, welkom bij de Geen Stijl Tweede Kamer en Salto trouwens ook. 2023, uitslagenavond, het zijn spannende verkiezingen. Wordt het de grote Geertshow of krijgen we de klimaatrek van onze grote vriend Frans Timmermans uit Limburg over ons heen gestort? Dus wij zijn hier de hele nacht bij jullie met allemaal verschillende gasten, met analyses, met exit polls die we weer gaan analyseren. En ik ga er alvast een paar voorstellen. Zometeen krijg je onder andere Rodek Velo, Theodor Holman en Geert en Waling. Maar voor nu alvast aan tafel Arthur van Amerongen, Geen Stijl columnist en Even in het Land. Ja, nou, oh, dan worden ja, we komen er nog een bij. Zaal vol groepjes. Zaal vol groepjes, inderdaad. En aan de T, dat zie ik ook niet vaak. Ja, nieuw image, dat moest van mijn uitgever. Van je uitgever, ja. Je image is een beetje stoffig geworden, Bukowski van de Algarve. Ja, dus precies, de Bukowski van de Algarve. Ik heb jou zelfs bij het ontbijt nog nooit thee zien drinken. Dus. Nee, het is alleen maar, het is gewoon een beetje medicinaal. Heel goed. Hierachter hoort heel een beetje. Grote columnist van de T, oftewel de Telegraaf Rob Hoogland. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik zelf ook. Heb je gestemd? Ik heb gestemd, ja. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja, ik zit een beetje op de tempo, mensen. Dat komt omdat de eerste exit poll al binnen is gekomen. En daar hebben we de hele avond zitten hier aan tafel. We gaan echt tot een uurtje of vier door. Maurice de Hond, koning van de peilers in Nederland. Nou dan, het moet nog een beetje loskomen, mensen. Nou, leuk dat je er bent. Ik zit de exit poll te kijken. Jij zit te kijken. Nou, vertel, gooi hem er maar gelijk even in. PVV veruit de grootste. PVV veruit de grootste. 35 zetels voor de PVV. Volgens hun exit poll 26 GroenLinks PvdA, 23 VVD en NSC 20. Jeetje. Oké, dit kan nog een hele leuke spannende avond worden. Als er exit polls zijn, als er uitslagen zijn uit de diverse gemeenten, nee, hebben we daar een speciaal team voor zitten die er ook over gaat. En dat is onder andere onze eigen Frank Tiskens, ofwel Ronaldo. Ja, daar gaan we ook iedereen klappen. En we hebben Data Dude Dennis, als ik het goed heb gezegd. Dennis Brouwer. En die weet alles analyseren. Jongens, pak ze er gelijk even bij. Ja, we zitten ook mee te kijken naar de exit poll van de NOS natuurlijk. Ja. Nou, de uitslag, Maurice zei het net al, PVV 35 en GroenLinks PvdA 26, VVD 23. 11 eraf. Dus ja, de enige partij die nog niet geweest is van de grote is natuurlijk NSC, zie ik nu 20 ook, 20. Ja. Dus als deze exit poll een beetje in de buurt zit, dan wordt het eigenlijk een stuk minder spannend dan we dachten. Want de VVD staat met 9 zetels verschil boven de eerstvolgende partij. Dus ik denk dat we heel vroeg naar bed kunnen vanavond. Ja, nou, we houden er gelijk mee op. Maar Maurice, dit zou Maurice niet zijn. Als jij hier even over kan vertellen, klopt dit? Jij hebt andere berekeningen. Hoe bereken jij je? Nou ja, waar ik natuurlijk best, dat is ook een beetje natuurlijk... Zoals je er een beetje in zit, alle partijen zitten binnen de marges die ik had aangegeven tot nu toe. En ik had dus PVV als grootste, weliswaar met GroenLinks en Partij van de Arbeid er wat onder. Nou, dat gat is veel groter nog geworden, want GroenLinks, Partij van de Arbeid staat op 26. En eigenlijk alle partijen zie je dat weggetrokken is. Denk maar 2 zetels, wat ook als 50 plus is, dus zie ik nu 1. NSC 20 zetels, dat was duidelijk dat ze naar beneden gingen. BBB 7. Dat valt tegen. Niet ten opzichte van waar ze stonden wel, maar niet. En bij 1 op 0 zetels. En ja 21? Maar ja 21, 3 zetels. Oh, nee, sorry. Ik vergis me. 1 zetel. Geen dan in gaan. Geen dan in gaan. Nou weet je dat er marges zijn. Maar een marge van het verschil tussen, laten we zeggen, Partij van de Arbeid GroenLinks en PVV met 9 zetels. Dat zou 6 kunnen worden of 5, maar niet minder. En wat we al zagen, dat waren eerder op de avond, zagen we de opkomstcijfers. En wat je met name ziet, dat in de, laat ik zeggen, buiten de Randstad en buiten steden was de opkomst groter dan in de steden. De toename, ja. Of eigenlijk de relatieve afname. En ook daaruit was eigenlijk al op te maken dat de PVV het goed zou doen. Dus misschien is het interessant, ik heb een grafiek al vooraf gemaakt bij een, even kijken, deze, ik moet hem even zo maken, van waar, de grootste partijen per gemeente
En op basis van een verwachte uitslag. En je ziet, als je hem ook even doorschakelt. Grijs is dan PVV. Dit is jouw laptop die we hier nu links zien, even voor de kijkers. Ja, ik ben niet de laptop. Jij bent even. Maar, en de echte uitslag zal het nog meer grijs zijn, of de kleur die ze gebruiken. Dus de PVV gaat in nog meer gebieden de grootste worden. Dus eigenlijk zeg je, dit is de verschillen nu bij die eerste exitpoll zijn zo groot. Er gaat wel wat verschil, maar dat de PVV de grootste wordt, dat kun je eigenlijk al zeker. Ja, dat staat buiten kijf. Dat staat echt nu al buiten kijf. Ja, dat staat buiten, omdat we dat ook al als trend zagen. Want wat ik zag, en wat ik gisteravond bij Op1 ook zei, toen zeiden ze, ja, het is nek en nek. Toen zei maar, wacht even, de PVV is de afgelopen week 10 zetels gestegen. Waarom zou het dan vandaag stoppen? Dus ze zaten in een opwaartse trend. En wat er wel was, je kreeg strategische stemmers. Zowel naar de Partij van de Arbeid GroenLinks als naar de PVV. En daardoor zie je ook, dat had ik ook verwacht, dat de VVD het eigenlijk weg ging zakken. Maar het interessante was, eigenlijk ging het erom dat er veel mensen zijn aan de linkerkant die Wilders niet als grootste wilden. En die zouden dan PvdA GroenLinks kunnen stemmen. Maar er zijn ook heel veel kiezers aan de rechterkant die Timmermans niet als grootste wilden. En eigenlijk, de groep rechts is beduidend groter dan links. Dus het arsenaal voor Timmermans om nieuwe kiezers te krijgen was veel kleiner dan voor Wilders. En wat er nu gebeurde was, dus hoe meer eigenlijk Timmermans riep stem op mij om te verhinderen dat Wilders het werd, was eigenlijk een zware aanbeveling aan de rechtse kiezer om op de PVV te stemmen. Omdat er beduidend meer kiezers aan de rechterkant waren die nog naar PVV konden gaan. En dat is nu wat er precies gebeurt. Maar dat is toch eigenlijk al jaren zo dat er beduidend meer kiezers aan de rechterkant zijn? Maar nou, links, nou, er zijn meer links, als je D66 meetelt, dan kwam links nooit verder dan 40, 45 zetels. Nee, dat is het ook. Dus, en als je nu kijkt, ja, de partij van het GroenLinks heeft D66 10 zetels gehaald. Toch nog. Ja, maar die was wel een beetje aan het stijgen. Maar ook dat betekent dat het argument, ga op ons stemmen om te zorgen dat Wilders niet de grootste werd. Dus dat strategisch stemmen is op het laatst nog min of meer doorslaggevend geworden. En dat Jette, hij riep stem op mij en stem niet op Timmermans. Maar dat heeft ook een boevenzwak, denk ik. Of niet de totaliteit. Dan hadden ze 3 zetels geld, waar het laatst nog 5 zetels. Maar hoe stond D66 nu? 10 zetels. 10. Maar eigenlijk, Timmermans had het over, ik kom nog met de eindsprint. Eindsprint was dan, de truc was dan, ga strategisch stemmen. Ik probeer ze af te pakken bij mijn broeders aan de linkerkant. Die steek je ze eigenlijk een mes in de rug. Maar vervolgens heeft dat eigenlijk keihard in zijn eigen gezicht teruggeslagen. Ja, maar hij kon ook bijna niks anders. Alleen de wat gewoon heel evident was, en dat heb ik, bedoel, ik kan straks ook wat grafieken nog laten zien. Ik heb gevraagd aan kiezers, dat is echt een hele interessante grafiek die ik gisteren heb laten zien. Aan kiezers aan de linkerkant heb ik gevraagd, die niet zeiden PvdA GroenLinks te stemmen. Kan je voorstellen dat je toch morgen PvdA GroenLinks stemt om te verhinderen dat Wilders de grootste werd? Nou, een kwart van de kiezers aan de linkerkant zeiden dat. Maar die bij elkaar waren dat 20 zetels bij elkaar, namelijk D66... Partij van de Dieren, Volt en ChristenUnie en SP. Dat waren 20 zetels. Waar ongeveer een kwart zei, zou best kunnen. Aan de rechterkant heb ik het ook gevraagd. En laten we zeggen, ook een kwart die zei, ik zou best wel Wilders kunnen stemmen om te verhinderen dat Timmermans de grootste werd. Nou, alleen die rechterkant waar het uitkwam, dat was VVD, NSC, BBB, dat waren 55 zetels. Ja. Dus als beide kanten, laat ik zeggen, 10% echt strategisch zou stemmen, was dat aan de linkerkant kwamen er 2 bij en aan de rechterkant kwamen er 5 bij. Hebben we het niet begrepen, jullie journalisten, wij journalisten? Hadden we het niet zien aankomen of wij wel? Nou ja, ik denk dat weinig mensen dit hebben zien aankomen, dus wij ook niet, nee. Ik bedoel, zitten wij te veel in de bubbel dan? Ik moet wel zeggen dat ik één ding in deze analyse een beetje onderbelicht vind, en dat is de rol die 7 oktober speelt. Dus de rol van 7 oktober, de terreuraanval. De game changer. Vooral de gevolgen daarvan in de straten van Europa. Dus die krankzinnige demonstraties. Ik denk dat dat heel veel mensen de ogen heeft geopend. En richting PVV heeft doen opschuiven. Ik heb het gevoel dat ik heb meer mensen zeggen dat. Ja. En toch heb ik het gevoel dat het niet zo zwaar heeft gewerkt. Nou, ik weet het niet. Als ik mensen in mijn omgeving hoor die echt geschrokken zijn van een krankzinnige jodenhaat.
van het antisemitisme. Ja, maar dan had je eigenlijk Wilders al eerder duidelijk moeten zien stijgen. En de echte stijging is eigenlijk pas gebeurd op het moment dat Wilders op tv kwam. Ja, en was daarvoor dat niet de combi van dan? Huh? Nou ja, eerst had je 6 oktober. En een paar weken later komt Wilders, dat het een optelsom is. Maar we praten over 7 oktober. Ja. En de echte stijging is 12 november geweest. Okay. Als dat waar zou zijn, dan zou je op 20 oktober al duidelijke ontwikkelingen moeten zien. Maar dat heb ik bijna niet gezien. Maar misschien dat zich dat al aan het ontwikkelen was bij de mensen. En dat door het optreden op 12 november, dat ze gesterkt zijn in die gedachten. Nee, maar ik kan me niet voorstellen dat het geen rol speelt. Nou. Maar als je naar Denk kijkt, dan gaat de zetel af. Die staan op 2 nu. Ja. Die koos die Van Baarle, die koos op een best wel laag onder de gordel manier de avond naar voren. Om duidelijk tegen zijn electoraat te zetten. Ik ben voor één staat. Die taxichauffeur van mij die heeft op het laatste moment nog zijn mening veranderd, denk ik. Ik had hier op weg hier naartoe de beroemde taxichauffeur, maar het was echt zo. Ik zeg, wat ga jij stemmen? Hij moest nog stemmen. Hij zegt, ik ben Marokkaan, ik stem op Denk. En toen, aan het eind van de rit hier naartoe, toen had ik me zover dat ik zeg, ga dan misschien toch maar D66 stemmen. Ja, hij zegt, dat doet mijn vrouw ook. Ik zeg, nou doe dat dan. Ja. Dus misschien heb ik dat wel. Er zit nog een interessant punt wat gebeurd is. En dat gebeurde al min of meer, wat ook te weinig is opgemerkt. Dat eigenlijk Wilders al, wijze vanaf de val van het kabinet, zichzelf veel meer salonveeg heeft gemaakt. Dat er al de scherpe kantjes van af werden geslepen. Ja. En omdat hij die rol al speelde. Dus wat gebeurde er? Ik denk dat er vandaag, nou zeker als het 35 zetels is, ongeveer ruim 2,5 miljoen mensen hebben PVV gestemd vandaag. Ik denk dat er 1 miljoen mensen zijn geweest die een half jaar geleden nooit hadden gedacht dat ze ooit PVV zouden stemmen. Ja. Uit de kast gekomen. Ja, nee, maar niet uit de kast gekomen, want dan zeg je dat ze latenten waren. Ja. Nee, de denkbeelden, sommige denkbeelden van PVV, zeker over immigratie, deelden ze. Maar dat rabiate anti-islam, dat nog wel nog steeds in hun verkiezingsprogramma staat. Jawel, maar dat veel minder, hoor. Maar dat heeft hij zelf gedownplayed. Ja. En dat is het punt. Ik denk dat je nu de stemmingmakerij echt gaat krijgen van, er komt gewoon een nieuw genocide op 1 miljoen moslims in Nederland. Zul je zien, de linkse. Dus ze gaan wraak nemen. Wordt het smerig? Je wordt heel smerig dit, ja. Maar jij ja. verwacht niet rellen op straat? Nee, dat niet. Dat is veel te koud. Ja, dus, dat is het. Nee, ik verwacht geen rellen. Maar ik weet niet, ze moeten eerst de wonden likken nu. Hè? Want zeg maar, de NPO moeten ze de wonden gaan likken. Want die kunnen hun schoenen opvreten. Dat is nog een leuk wekelijks gesprek met de minister-president vrijdagmiddag. En hoe gaat u nog naar Pakistan? Noorlander. U reist naar Pakistan, gaat hij nog door? Ja. Nou, laten we maar eens afwachten of het allemaal gaat gebeuren. Ik zie eerder nog vervroegde verkiezingen terugkomen. Maar Maurice, wat zie je? Arthur, heel even, de heer Hoogland die zegt wat interessant. Jij ziet vervroegd, jij denkt dat geen coalitie komt? Ik vraag me af wie en nu nog met de PVV wil gaan regeren. No. Nee, maar het punt is. Dan kom je voortdurend zetels tekort. Dus maar ik heb al eens eerder gezegd, de enige manier om een regering nu te vormen is met alle partijen. Ja. Want je moet verbinden. Oké. Okay. Nee, maar wat je kan doen, en dat voorstel is namelijk wel mogelijk. Je gaat van PvdA tot PVV in de regering, maar je hebt niet een regeerakkoord waarbij je gebonden bent, alle partijen, om elk voorstel te doen. Acht jij die kans ook groot? Acht jij die kans groot? Nee, maar omdat ze niet onorthodox denken. Nee. Maar als ze denken van, luister, we zitten met een groot probleem. Dus de samenleving, de wereld. Ja. En moeten wij dan 6 maanden zitten de kop met elkaar bakkeleien en nog een keer verkiezingen? Ja. Dan weet je wat de volgende verkiezingen worden? Ja. Krijgt PVV 40 zetels. Ja. Ja. Dus wat zou je moeten doen? En dan gaan we net zo lang door totdat hij de 76 heeft. Nee, maar wat je dus zou moeten doen, is je een regering vormen van hier tot daar. Nee, maar dat ben ik met je eens. Nee, maar zonder een regeerakkoord of met een heel beperkt regeerakkoord. Ja. Geen van de partijen is gebonden aan de meeste onderwerpen. Vind maar meerderheden in de Kamer. Dan het interessante is dat dan ook PVV en Partij van de Arbeid GroenLinks in de Kamer ook niet te hard tegen elkaar hoeven aan te gaan. Ja. Omdat ze ook een aantal gemeenschappelijke belangen hebben. Ja. Bijvoorbeeld de minister van Zorg, Agema. Ja. Gaat misschien een deal maken met de minister van Klimaat, Klaver. Ja.
om elkaar te helpen een bepaald voorstel erdoor te krijgen. Ja, ja. In plaats van dat je tegen elkaar overstaat. Ja. En ik heb dat gezegd, dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je er één ding aan toevoegt. Dus Fleur Agema komt met een voorstel als minister van Zorg. En de Kamer, die kan zijn eigen spel, de volksvertegenwoordiger, en die wijst het af. Dan heeft ze nog één overrule effect. Dat voorstel breng je in stemming bij de kiezer. Op de volgende manier, 2 weken nadat het afgewezen is door de Kamer, ligt het 4 weken open voor stemming met DigiID en op gemeentehuizen. Ja. En als dan, en je hoeft niet eens tegen te stemmen, als er maar genoeg, bijvoorbeeld er zijn 10 miljoen mensen die vandaag opkomen, dus 5 miljoen plus 1 is voldoende. Dus als je 5 miljoen plus 1 die positief reageren, dan wordt de Kamer overruled. En dan kan de Kamer niet een eigen spel voortdurend spelen. Ja. Maar Maries, is dat niet een hele nieuwe vorm van de directe democratie? Jawel, maar als je deze uitslag ziet, dan heb je toch wat anders nodig. Als je gewoon nu de PVV negeert of buitensluit, dan doen we die polarisatie tot op top. Maar op welk moment kan je de PVV negeren als zij niemand aan tafel wil zitten? Wat gebeurt er dan? Dat ze bij een eentje. Nou, dan komen er nieuwe verkiezingen. En dan gaan we nieuwe verkiezingen. Maar dan ben je al een half jaar verder. Nee, maar dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat dit een wake-up call is. Ik bedoel, they never knew what hit them. En nu moet bijvoorbeeld, en dat zag je al, want bij de scholierenverkiezingen was de PVV ook één. Ja, weet je nog voor dat, de twee. Dat Marcia Luiten bij Buitenhof zei. Die zei het volgende, we moeten eigenlijk ook kinderen, jongeren van 16 al laten stemmen. Ja, precies. Want er gaat om toekomst. Nou, ik dacht, als ze eenmaal weten dat de PVV de grootste is, zal ze dat voorstel wel inbrengen. Ja, dat nieuwe onderzoek van gisteren, toch? Dat de scholieren LPF stemmen. Nou, lees mijn column vanmorgen, maar daar staat het precies in. Maar wat een avond. Ja, het is ongelooflijk. Ja. We moeten nu dus echt tot 4 uur 's nachts gaan vertellen hoe ongelooflijk het is. Ja, er zit altijd iets in je van, het is dan weer een gewone verkiezingsavond. Hè? Eens in de 4 jaar of eens in de 2 jaar. Maar ik realiseer me nog eigenlijk niet goed genoeg dat dit een hele bijzondere avond is. Met zo'n uitslag, zo'n exit poll. Maar is het drama of is het feest? Ja, daar ben ik nog niet voor uit. Voor de democratie, niet voor jezelf. Voor de democratie is het absoluut feest. En ik kan me heel erg vinden in de analyse van Maurice de Hond tot nu toe. Die zegt, ja, dit is echt, er is echt iets aan de hand. Hè. Links dat is drama. Dat is drama. Links heeft toch altijd de neiging om te wijzen. De afgelopen 2 dagen doen ze dat dan weer. Richting Dylan Jisselgus. De VVD heeft de grote fout gemaakt. Ja, misschien. Dus rechts wordt groter, dan heeft rechts ook goed, een fout gemaakt. Dat reservoir aan kiezers bij de PVV is natuurlijk altijd al groot geweest. En je ziet inderdaad nu dat mensen geen schroom hebben om op die partij te kiezen. En die partij dus ook salonveeg, maar ook echt regeerbaar vinden. En geloofde jij dat allemaal van Wilders, dat hij matiger is en zo? Of hebben we gewoon dik 2,5 miljoen racisten in het land? Nee, dat geloof ik niet. Ik hoorde net een leuk verhaal van Rob Hoogland over die taxichauffeur. Ik heb ook een ervaring met een taxichauffeur. Toen kwam ik uit het buitenland van Schiphol naar Amsterdam. En ik zat ook bij een Marokkaanse taxichauffeur. En die, we hadden het over de politiek. En die zei allemaal dingen. Toen zei ik van, nou, dit klinkt wel PVV. En toen zei hij van, nou, op zijn islamstandpunt na zou ik zo voor hem kunnen gaan stemmen. Dus dat was een Marokkaan die op heel veel andere terreinen het dus eens was met de PVV. Als Wilders de afgelopen weken zijn standpunt wat betreft de islam wat minder maakt, dan kan ik me voorstellen dat er ook nog heus wel wat uit die allochtone hoek en met name de moslimgemeenschap in Amsterdam of in Nederland voor de PVV gestemd heeft. Jij denkt serieus dat er echt moslims zijn die toch voor de PVV hebben gestemd? Nou ja, ik zat er bij één in de auto, zullen we zeggen. Ja, maar je wordt met je kop vol dit. Hij heeft best wel heftige dingen gezegd. Willen jullie minder Marokkanen? Ja. En zijn er serieus mensen die dat dan 10 jaar later alweer vergeten zijn? Nou, niet vergeten, maar het slijt wel, denk ik. Ja. Hij kon het zich permitteren. Hij heeft het zich altijd kunnen permitteren. Hij had niks te verliezen. Wat had hij te verliezen? Hij heeft nooit echt regerings... Ja, 1 keer is hij in een gedoogkabinet gezeten, maar verder nooit. Hij heeft niks te verliezen. En ik denk echt dat dit het resultaat is, het residu, zal ik maar zeggen, van 20 jaar beveiligd worden. Steeds hetzelfde standpunt. En laten we niet vergeten dat Wilders, men ziet ook dat hij voor een groot gedeelte gelijk heeft. Want hoe moet het inderdaad met de huizenbouw als we al die asielstroom krijgen? Hoe moet het met de uitkeringen, zal ik maar zeggen? Ja, maar dat is allemaal puur op het migratiepunt. Dat is een heel belangrijk onderdeel. En daar eindelijk, men ziet...
Daarin heeft Wilders gelijk. Dat maakt het makkelijk als hij dan ook nog eens een keer salonveeg is. Dat maakt het makkelijk voor iedereen om over te stappen. Dan word je niet meer met de nek aangekeken op je werk. Nee, kan dan word het je niet meer. Ja, ik denk dat wel. Ik denk het wel, dat nu kan. Maar eigenlijk is het zo dat ook de Partij van de Arbeid, dat klinkt misschien gek, maar de Partij van de Arbeid, GroenLinks, zou best met de PVV kunnen regeren. Echt waar? Ja, dat geloof ik echt. Oké, wil je dat alsjeblieft even toelichten? Nou, als je gaat kijken naar het partijprogramma van de PVV en het partijprogramma, naar het ideële goed van beide, dan is eigenlijk de PVV een linkse partij. Ja, dat weten we, ja. Nou dan, en waarom zou een linkse partij niet met een linkse partij kunnen omdat regeren? Ze niet als links gezien worden. Door wie? Jij denkt door serieus dat er straks een PvdA GroenLinks-congres komt? Alla, dat CDA-congres van jaren geleden was ook geweldig. Ik zeg dat het zou kunnen, eventueel. Nee. Dat partijideologen enzovoort, die zouden mogelijkheden misschien kunnen zien om tot samenwerking te komen. Doe je dat niet, ook best, maar doe je dat niet, en er komen nieuwe verkiezingen, dan ga je de PVV naar de 40, aan de 40, 41, 42 zetels helpen. Een nieuwe exit poll, dus dat betekent dat wij overschakelen naar een ander hoekje in de studio, waar Dennis en Frank zitten. Ha, Tom, inderdaad. We hebben een, als ik hem even voor kan zetten, een nieuwe exit poll van Ipsos. En alles is totaal anders. Oh, oké. Okay. De PVV blijft eigenlijk op 35. Het enige wat interessant is dat je ziet GroenLinks PvdA, die zaten net op 26 en die zitten nu op 25. En die zetel is naar de VVD gegaan, die zitten nu op 24. Ja. Dus het gaat vanavond nog rete spannend worden wie de tweede partij wordt. PVV heel duidelijk. Ja, de rest is eigenlijk niet verschoven volgens mij, Dennis, of nee, wel? Geen grote verschuivingen. Nee, geen grote verschuivingen. En we hebben dus een spannende strijd om het zilver tussen Dylan en Frans. En Geert gaat er duidelijk met het goud vandoor. En ook voor de coalitiebespreking wordt het nog wel belangrijk wie de tweede partij wordt. En ja, wie er dan meer macht gaat krijgen. Ja, en daarin. Wie er mocht het misgaan met Geert, is de nummer twee natuurlijk als eerste aanzet. En het maakt nogal uit of dat Dylan of Frans wordt. Dat is als ze allebei aanblijven na deze uitslag. Ik sluit gewoon niet uit, en ik zou het ook verstandig vinden, als er een regering komt die begint bij PvdA GroenLinks of begint bij PVV en eindigt bij PvdA GroenLinks. Want er zijn ook best nogal wat onderwerpen waar ze elkaar wel kunnen vinden. Dat zei ik je. Ja, maar op migratie niet in ieder geval. En op belastingen niet. Nee, maar als ze niet een regeerakkoord maken op alle onderwerpen, maar een groot deel vrije onderwerpen doen. Dus op de manier waarop ik het net heb gezegd. Ja, ja. Dan is de PvdA GroenLinks niet verantwoordelijk voor dat. Maar ondertussen kunnen ze misschien andere dingen binnenhalen. Ja. Samen met de PVV. Die ze veel belangrijker op een manier van zorg waarvan de mensen zeggen, oké. Okay, ja. Die mensen hebben de verkiezingsuitslag toch ook gezien? Tijwoud. Ja, nog één vraag. Ter verduidelijking. Maurice, bedoel jij dan dat er dus wel een coalitie komt waar GroenLinks in zou kunnen zitten? Ja, ja. Ja? Ja, denk ik ook. Nee. Als dit niet het moment is waarin iedereen over zijn eigen schaduw springt, ja. Wat blijft er dan eigenlijk over? Nee, ik bedoel, ze moeten eigenlijk geen kant meer uit op kunnen. En dat is een beetje het alternatief zou kunnen zijn. Je gaat met elkaar praten, je komt er niet uit en je schrijft nieuwe verkiezingen uit. Maar dan hebben we vanavond aan deze tafel ook al geconcludeerd, dan dat maakt de PVV alleen maar groter en dat lost dat probleem niet op. Dus je moet wel. Ja. Maar ja, dat is dat logisch nadenken en redelijk jawel, zijn. Maar er zit nog een component bij. Wilders is het een unieke kans om nu via redelijkheid veel te bereiken. Ja. Dat klopt. Hij hoeft niet meer zo extreem te zijn. Ja. Want hij heeft dus. Hij heeft 35 zetels. Ja. Hij kan ook zijn kiezers meenemen in die weg naar redelijkheid. Ja. En daarvoor was die oppositieleider die genegeerd werd. Wat ik mij altijd opviel was, PVV-burgemeesters hebben we die in Nederland? Nee. Ik bedoel, als ik wel eens onderzoek deed, ik zag wel eens onderzoeken onder rechters en OM-leden. Ja. Nou, D66 GroenLinks. Ja. Ja. Dus, ja. En nu is het, en ik heb ook wel eens gezegd, als je eenmaal Kamerlid bent van de PVV, ja. Wat voor baantje krijg je daarna? Niks. Dus kan je beter blijven zitten. Want terwijl als je een Kamerlid bent bij een van die andere partijen, dan heb je nog andere kansen, burgemeester of een bepaalde functie. Ja. Hij kan nu kiezen voor ik blijf aan die kant, maar dat zou een stupide keuze zijn. Ja. Dus hij staat bij uitstek in een situatie waarin hij
als voor het belang van Nederland hij over zijn eigen schaduw stapt. Hij zijn eigen kiezers meeneemt en in het midden wordt geaccepteerd. Ja, precies. Bovendien heeft hij nu gezien dat zijn milde standpunt... Ja. Werkt. Had hij 10 jaar eerder moeten doen? Of? Ja. Nee. Was dit het moment? Dit was het moment. Ja. Dit was het moment waarop de randvoorwaarden net op de goede manier gingen. Ja. Het kabinet valt over migratie. Ja. Precies. En dat is één. De alle regeringspartijen zakken helemaal weg. Maar dat was de dommigheid, vind ik, van de campagne van de VVD en van NSC. Dat ze de PVV hebben uitgesloten, vrijwel. En het was natuurlijk ook zo dat de achterban van de PVV die oppositiepositie wel een beetje zat was. Ik bedoel, je kunt 15, 20 jaar lopen roepen hoe het wel moet, maar dan verwachten op een gegeven moment je kiezers wel van oké, laat maar eens een keer zien. Ja, maar dat met 35 zetels gaat dat gebeuren. Laat dat nu maar zien. Ja. Ja. Dus hij heeft alle reden toe. Om juist naar dat midden toe te trekken. Ja, alle seinen stonden op groen, inderdaad. Dat, alle seinen stonden op groen. Terwijl als hij nu niet de grootste was geworden, hadden ze hem nog weer kunnen negeren. Ja, zeker. En nu, en dat heeft de kiezer, en grappig genoeg, dat heeft de kiezer nu mogelijk gemaakt. Want de kiezer heeft eigenlijk gezegd, juist omdat de VVD en NSC zeggen, wij willen eigenlijk niet met de PVV, hebben gezegd, je moet wel. Ja. Ja. En probeer er nou eens op een goede manier met elkaar uit te komen, in het belang van het land. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het een hele goede boodschap. Terwijl ik weet, gisteravond was ik bij Op1. Na jaren was ik een keer uitgenodigd. En toen hebben mensen gevraagd, achter het schermen, wat denk je wat het wordt? Ik zei, een duidelijke overwinning van PVV. Was ik echt bijna zeker van. En mensen trokken wit weg. Echt waar? Ja. Moeten niet aan denken en zo. Ja. Maar het punt is... Journalisten, ongelooflijk toch? Nou ja, je mag toch ook een persoonlijke mening hebben? Ja, kom maar op als je daar gelijk oogklep op houdt en niet ziet dat er wel mogelijkheid is. Nee, maar, goed, ik geef het aan. Ik bedoel, in elke omgeving... Ik kan me ook voorstellen dat ik een hele andere omgeving zeg. En als ik daar zeg, Timmermans wordt de grootste. Dat daar ook mensen wit weg hadden getrokken. Rob Hoogland, jij zei, we hadden net een instartje... Ja, een bumpertje zal ik noemen. Daar zat een quote bumpertje. In. Een bumpertje. Een quote in van jou waarin jij zegt... als je over Mohammed schrijft, dan krijg je gedonder. Nou, dat is nu voorbij met Geert. Nee, dat zal altijd zo blijven. Ja. Je kunt, mijn ervaring is dat je alles over de islam kunt zeggen wat je wil... maar je moet de profeet moet je mijden. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Dus dat gaat niet veranderen? Nee, dat denk ik niet, want je bent je leven niet zeker daarna. Nee. Geert en Waling, nieuw aan tafel. Waarom was je zo laat? Dat polsbandje bewijst het al. D66, nieuwe energie voor Nederland. Dat is niet omdat ik een D66er ben, ik ben partijloos. Maar ik was voor mijn werk voor EW, Elsevier, zoals we vroeger zeiden, was ik even naar de uitslagenavond van D66. Daar waren ze met de exit poll van 10 zetels erg blij. Snap ik. Sowieso is bij D66 ook een verkiezingsavond waar ze niks winnen, is al een feestje. Eén klein moment. Het is Hengstebol vanavond. Geen enkele vrouw op tafel of wat dan ook. Behalve Dijen. Dat wou ik toch even zeggen. En wat voor een vrouw. Zeker. Dus bij D66 waren ze daar erg blij over. Maar ik heb ook Boris Dietrich gesproken, Eerste Kamerlid. Lisa van Ginneken, Tweede Kamerlid. En die zijn toch allemaal, en ook een paar jonge gasten die de hele week geflyerd hebben. Ja, die zijn toch allemaal erg bezorgd over het land. Dat tekent ook wel een beetje D66. Dat ze het belang van de eigen partij toch altijd wat relativeren. En het meteen zorgen maken over het land. Maar ja, wel heftige quotes. Boris Dietrich zei, internationaal staat Nederland er heel slecht op. Extreem rechts gewonnen, net zoals in Italië. Lisa van Ginneken, zelfs transvrouw, zei de partij... Ik vroeg, heeft u heftige gevoelens over de uitslag? Toen zei ze, de partij PVV heeft heftige gevoelens over mij... want die ontkennen mijn bestaansrecht. Dus dat waren heftige quotes. Die gingen gelijk al in de aanval. Ja, ik geloof niet dat het bier er minder om vloeit in het theater... waar ze zitten midden in Amsterdam. Waar zaten ze? Theater Tabacco op de Nes. Tabacco ook, In de Nes, midden in de grachtengordel. Maar zij, dus de sfeer zal daar niet echt onder lijden... maar je voelt wel dat ze erg geschrokken waren... dat ze meer bezig waren met de PVV aanvankelijk... met die exit polls dan met hun eigen relatief grote succes... van 10 zetels... gepold is toch voor... Dat is ook een beetje kenmerk D66, dat ze altijd extreem bezig zijn met... dat tekent ze wel een beetje. PVV.
Dat, ook met de PVV. Dat was ja, precies. Jarenlang het bestaansrecht van Pechtold ja, geweest. Die heeft de partij er groot mee gemaakt. En het is geniet ook hoor. En Kaag heeft uiteindelijk ook toch wel een beetje de sfeer ook voor hem en ja, PVV maar gepakt. Het niet zo goed als Pechtold. Nee, maar zij had wel het voordeel dat ze in 2021 de strategische stem was. En daar hebben ze erg van geprofiteerd. Dus hadden ze 24 zetels. Maar ze hadden eigenlijk, ja, ze hoopten op dubbele cijfers. En met 10 zijn ze eigenlijk heel tevreden. Nou, wat ik een paar keer gezegd had. En wat ik echt onbegrijpelijk vond vanaf eigenlijk bijna het begin. Dat de VVD de PVV min of meer van zich afstoot. Ja. En dat is echt, ja, er zijn al mensen, ja, de VVD heeft de PVV salon vee gemaakt. Maar dat vind ik echt onzin, nee. Die uitspraak. Net alsof ze niet gezegd hadden dat dan de kiezers niet de PVV zouden gekozen hebben. Maar wat ze gedaan hebben is, om eigenlijk zo hard te blijven zeggen, het gevoel te geven aan de kiezer dat ze toch niet zo graag met de PVV ging regeren. En dus wellicht eerder met Timmermans en GroenLinks. Ja. Heeft ze eigenlijk de kiezer naar de PVV gestuurd. Want de enige manier voor de VVD-kiezers, waarvan 70% met de PVV wilde regeren. Ja. Om daarvan zeker te zijn dat de PVV aan tafel kwam, was om PVV te gaan stemmen. Ja, er ging gewoon een verkeerde gedachte vanuit. Ze dachten op die manier die stemmen naar zich toe ja, maar kunnen dat trekken. Is, ja, eens? Ik bedoel, drie, vier weken geleden lieten we al zien dat zowel de NSC-kiezer als de PVV-kiezer, de VVD-kiezer, veel liever een regering met PVV wilde dan GroenLinks en PvdA. Ja. Dus ze hadden een andere aanpak moeten nemen. Ze hadden ten aanzien van Wilders voortdurend moeten zeggen, er zijn een aantal componenten die onacceptabel voor ons zijn. En maar voor de rest kunnen we wel met hem werken. Ja. En ook zeker, als iedere kiezer telt, dan had ze ook kunnen zeggen, dan accepteer ik ook die kiezers. Ja. En dan zeg je niet van de enige manier om Wilders aan tafel te krijgen is om op te stemmen. Ja. Dan was de manier geweest om aan Wilders te zeggen van, bind even in op dat soort punten. Ja. Ja. En nu hebben ze eigenlijk echt de kiezer weggestuurd. Grote tactische fout. Het is eigenlijk heel erg, ze hebben ook een beetje gezwabberd. Want deze zomer verscheen er bij ons in Elsevier een interview met Ruben Brekelmans. Die daarmee voor het eerst, eigenlijk daar begon het mee. Die zette namens de VVD toch de deur op een kier naar Wilders. Toch daar moest mee worden samengewerkt. En die daar werd enorm over aangevallen. Dat was geen taboe meer. Er werd enorm over aangevallen door allerlei ook oude rotten zoals Frans Wijsglas en Ed Nijpels en zo. Die hem helemaal voor gek verklaarden ongeveer. Dus in die partij zit natuurlijk ook heel veel weerstand tegen die suggestie. Ja, en van niet de minste ook. Hè? Dat je zou samenwerken. Nou ja, die oude mannen, die pratende mannen. Sorry, ik wil niet age shamen. Maar het zijn coryfeeën. Maar het zijn wel coryfeeën. Ja, je gaat wel vet shamen. Nee, dat zal ik nooit doen. Nee, okay. En daarna is er, heeft Dylan Jessegus dat eigenlijk overgenomen. Die heeft dat niet weersproken, maar die heeft gezegd, nou, het is allemaal heel moeilijk en bla bla bla, mitsen en maren. Maar in principe zouden we met iedereen moeten kunnen praten. Dus ook de PVV. En dat hebben ze eigenlijk nu weer afgelopen dagen in een soort paniek afgeprobeerd te remmen. Met uitspraken als van, ja, ik zou nooit onder een premier Wilders kunnen dienen. En het wordt allemaal heel moeilijk. Aan alle kanten, een soort borderline patiënt. Nou, ja, ik denk dat ze gewoon geschrokken van de stijgende peilingen. En dat vind ik dan toch wel weer een klein kritiekpuntje. Dat die peilingen toch, dat is heel vaak gezegd, maar toch wel een hele grote sturende rol gaan spelen in die verkiezingscampagne. Ja. Het wordt van een monitor, wordt het eigenlijk een aanjager van trends. En dat vind ik toch wel erg jammer. Ik zou trouwens niet helemaal uitsluiten dat zij premier nog wordt. Nee, het kan nog steeds. Het kan nog steeds. En, want de premier Wilders, daar wil denk ik bijna niemand mee werken. Dus er zal een samenwerking gezocht worden met PVV zonder een premier Wilders. En ik vermoed dat het eigenlijk een... we weten er natuurlijk helemaal niks van. Maar het zou ook een minderheidskabinet kunnen worden. Maar dan, voorwaarde voor steun is toch wel dat Nederland niet internationaal met Wilders op de komt. Maar één ding, hè. Ik heb de commentaren ook een beetje intussen tot me genomen. En Omtzigt heeft volgens mij al een opening gemaakt. Die heeft gewoon gezegd, wij moeten nu ik ben nu bereid om over mijn schaduw heen te stappen. Ja, samenwerken. Dus eigenlijk is er maar één partij die dat ook moet doen en dan heb je al een coalitie. Leef je nog, Arthur? Ja, nee. Zit er al wat drank in? Of, Nee, alleen een nakkie. Alleen een nakkie? Nee, dat mag niet zeggen. Ja, dat mag je best zeggen. De helft weet toch niet wat het betekent. Nee, hoe is, erop, hoe is dat met Theodor en het drankgebruik? Ik zie hier twee Rick. Fanta en twee één Fanta cola. En één cola. Ja. Jeetje. Okay, er komt een hele interessante... Ja? Waar gaan we heen? Vertel het maar. We gaan naar Groningen. De Groningen stad. Er gaat niets boven Groningen.
De stad Groningen is binnen. Dat zijn 147.000 stemmen. En je ziet het. PvdA 30,4%. Ja. Dat is echt een hele hoge score. En het is dus ook nog boven het schema van de 25 zetels. Dus dit betekent, ze stonden op 23. Als ze een paar van dit soort scores in die grote gemeentes gaan halen, dan kunnen ze toch weer naar die 24 of zelfs naar de 25 zetels klimmen. Je ziet ook in Groningen, de PVV doet het boven verwachting. Die gaan echt dik winnen. Maar in de stad Groningen, natuurlijk een stad met veel hoogopgeleide inwoners, veel studenten. NSC flink onder het schema. Ja. VVD prima op het schema van de 25 zetels. Maar opvallend dus in de eerste echte grote, nou ja, studenten-linksige stad, zou ik maar zeggen, die we vandaag gezien hebben, scoort GroenLinks PvdA dus ook echt boven het schema. En dat wil toch wel zeggen dat ze in de loop van de avond misschien ook in ons model dat ze echt nog wat zeteltjes erbij gaan pakken. Dus dat die strijd om de tweede plaats is zeker nog niet gestreden. Nee, tot nu toe stond VVD daar ruim bovenaan. Maar dat zou dus nog best wel eens kunnen gaan veranderen als Rotterdam, als Nijmegen, als Utrecht, als dat soort steden binnenkomen. Ja. Theodor, ben je geschrokken wat je de afgelopen tijden, uren hebt gezien? Geschrokken helemaal niet. Nee, geschrokken de Polonaise gelopen hier. Ja, de Polonaise, ja. Nou ja, god. Nee, elke keer als er zo'n toespraak komt van Pieter of zo, dan komen jullie allemaal naar de tv en dan gaan jullie allemaal eens naar kijken. Ja. Nou, ik vond de toespraak van Frans Timmermans wel opmerkelijk. Ontroerend. Nou ja, heeft hij nou gewonnen of heeft hij verloren? Hij sprak aan de ene kant alsof hij een grote winnaar was. En aan de andere kant zei hij, er is een soort ramp gebeurd en als een verliezer. En ik denk dat ze daar echt heel erg gedacht hadden van, we worden ruim eerste en ze worden tweede. Achter de PVV. Dus ik denk dat het een teleurstelling is, hoewel ze tweede worden. En ze kunnen zelfs nog derde worden, begrijp ik. En ik denk dat ze dat moeilijk te verkopen vinden bij Partij van Arbeid GroenLinks. Saar van Buren, die was de campagneleider. Dat was dus de vrouw van Diederik Samson, die weg moest toen Samson rechterhand werd van Timmermans in Brussel. Ja. Dat is een heel raar verhaal natuurlijk. Ja. Maar zij was een campagneleider, die zou wel ontslagen zijn, denk ik. Denk je dat ze ontslagen zijn? Ja, het is nog één kans. Ik vind de campagne natuurlijk van de Partij van de Arbeid heb ik vreemd gevonden. Want ik vond hem toch eigenlijk onzichtbaar en te veel clichés. Maar ik dacht, misschien denkt hij dat die clichés gaan werken. En de grote fout, denk ik, dat we nu toch wel kunnen vaststellen, heeft de VVD gemaakt. Je hebt wat zitten schrijven net, Roderick. Ja, ik heb een gedicht. Nou, niet een gedicht, maar ik heb wel wat reacties vanuit de linkerhoek op de overwinning van Geert Wilders opgeschreven. Oh, dat vind ik leuk. Bijvoorbeeld uit onze eigen Amsterdam, hier in Amsterdam, de progressieve partij, die zeggen, donkere tijden breken aan. D66 heeft het vooral over de schuld van de VVD. Wie zijn donkere tijden praten? De progressieve partijen in de raad. GroenLinks, Partij van de Arbeid. Het is de schuld van de VVD, zegt D66. Ja, en dan, als ik dan naar Timmermans heb gekeken, dan dacht ik toch echt van, wat is hier toch een demagogische, emotionele man aan het woord en wat loopt hij de boel op te hitsen? En dat vind ik eigenlijk een best wel gevaarlijke, polariserende houding die hij aanneemt. Maar hij wil iedereen vasthouden, toch? Ja, dat zei hij. Hij wil iedereen vasthouden. Hij zei sowieso altijd zeer emotioneel, maar hij wil iedereen vasthouden en hij praat, vind ik, altijd in enorme gemeenplaatsen. Dus het gaat nooit echt concreet over iets, maar dit was zo'n speech die we net gezien hebben van hem, was daar weer zo'n voorbeeld van. Maar juist door die emotie en de boosheid ook, vind ik dat hij toch een gevaarlijke uitspraak doet. Ik zag wel wat reacties van Abdelkader Benali die overweegt om naar Marokko te, of die zelfs belooft dat hij naar Marokko gaat verhuizen, geloof ik. Dan gaat hij hardlopend waarschijnlijk. Baba Tarawali heeft ook al aangekondigd dat hij zijn column opgeeft in Trouw als Wilders in de regering komt. Ik ben benieuwd. Ik zag ook mijn lieve vriend Abishal Goom, die ook Marokkaanse roots heeft en die toch overweegt om het land van zijn voorouders toch maar te gaan bewonen. Waarom nu ineens wel? Maar ik wil toch even dat wel serieus nemen. Dat er is in ieder geval ook, als je het hebt over kiezers, serieus nemen, wat bij de PVV-kiezers van vandaag niet genoeg gebeurd is, vind ik ook wel dat je de sentimenten een beetje serieus moet nemen van de Marokkanen, misschien de Turken, moslims in Nederland, of mensen in ieder geval met die achtergrond, die zich er echt heel erg
zorgen over maken. En het is af en toe ook op Twitter moet ik ook wel om lachen hoor. Er worden wel memes gedeeld die ook weer heel geestig zijn over de krokodillentranen van de bekende linkse stem op Twitter. Maar de angst voor de PVV zit er heel erg in. En dat heeft twee gevolgen. Althans, heeft meerdere gevolgen. Maar dat Wilders toch blijkbaar heel erg bekend staat nog steeds als die polarisator. Niet als de mildere variant van de vroegere Wilders. En ik ben ook aan de andere kant ook wel weer heel erg bang voor zijn veiligheid. Want ik denk toch hoe het gevaar nu ook wordt gezien van Wilders. Ik geloof zelf niet dat die mensen gedeporteerd worden vanaf de komende 4 jaar. Maar als dat echt het gevoel is wat er leeft, dan rechtvaardigt dat op een gegeven moment wel ook. En dan moeten we echt mee oppassen. Een gewelddadige aanslag. Ja. En ik wil niet nog onder stoelen of banken steken dat de afgelopen weken een lijsttrekker 2 keer op zijn kop geknuppeld is. Eén keer met een paraplu en 1 keer met een bierfles. Nee, en dat had heel erg anders kunnen aflopen. En het kan nog steeds in de toekomst, en zeker na deze uitslag, ook heel erg anders gaan aflopen met bijvoorbeeld Wilders. Want jij trekt in 1 keer de lijn door naar dreigementen en dergelijke. En die is op zich terecht. Nou, ik probeer dat sentiment maar te vangen. Ik snap ook wel weer dat sentiment waarvan jij zegt dat je het serieus moet nemen. Wat de man gezegd heeft over een aantal bevolkingsgroepen in dit land, en of je daar nou voor of tegen bent, dat maakt even niet uit. Ik snap wel dat je... Dus ik had het met Arthur van Amerongen, maar die reageerde er niet echt op. Ik zou er niet gek van staan te kijken als hier daar wat mensen de straat op gaan. En dat het nog wel eens wat broeierig kan worden. Nee, maar als ik eventjes mag zeggen, ook iets op wat Geert de Waalen zegt. Het is niet zo dat grote groepen nu van Marokkanen of Turken opeens denken dat ze op het punt staan om Nederland te moeten verlaten of iets dergelijks. Dat is helemaal niet het geval. Maar voelen ze niet dat daar het zijn juist iemand is gekozen? De banalies en het zijn mensen... Ja, die gaan ophitsen. Ja, denk het wel. En een Timmermans, natuurlijk, die spinnen daar garen bij. Volgens mij... Welk garen spint Timmermans hier dan bij? Nou, zich afzetten tegen de komende regering die mogelijk over rechts gaat. En zich profileren. Je moet echt oppassen. We gaan er zo over verder, want ik wil even, want er is een hele grote stad binnen. Een van de leukste steden van Nederland. Ik was er vorig jaar heel veel, maar dat kwam door Feyenoord. Rotterdam. Ja, die ga ik doen dit keer. Oh. Of doe jij hem de... Het maakt mij niet uit wie. Nee, ik doe het wel. Doe jij hem maar wie. Ja, de grote steden mocht ik doen vanavond. Heb je ook nog wat te doen? Nou, alle eer aan die twee hoor. Die hebben dus de alle eer aan iedereen hier. Aan de onderbouwing voor de duidelijkheid. Voor de data en zo. Nou, je ziet nu in Rotterdam. En dan zie je dat de VVD onder die 25 zetels. Dus wat we nu zien, en dat is interessant. In het westen grote gemeente. Oeps. Dan zie je PvdA GroenLinks zit op die 25 zetels. De PVV scoort dus ongeveer 8% meer dan het schema. En het schema is 25 zetels. PVV is de grootste partij in Rotterdam, ook dat. En dan NSC, nou, dat is ongeveer op het niveau wat je zou kunnen verwachten als ze op 20 zetels moeten uitkomen. En dan zie je D66, die zie je weer. Maar als je dit ziet, zou je eerder toch zeggen dat ze naar de 9 zetels gaan dan naar de 10. Ja. Ik weet niet wat ik zelf zit te doen. Okay. Dan heb je de SP. Nou, die doet het daar. Dit is een 5 zetelscore, als het ware. Forum, nou, dat patroon hebben we gezien. Die haalt 3 of 4 zetels, maar dat zal wel 3 zetels zijn. Partij van de Dieren, hetzelfde. En de BBB. Ik weet niet, heb niets gedronken. Ja, je maakt het helemaal tik. Je hebt een plusje, gaat dan steeds omhoog. Ja. En dan dit, en daar komt Denk. Kijk, dat was toch wel te verwachten. Dat is een stad. En daar komt Denk, wat we al een beetje zagen. Ja. Dus 10% in Rotterdam stemt Denk. Is dat het Palestina-effect, om het even zo te noemen? Ja, gegarandeerd. Het is zeker... Wij schatten het ook 4 zetels in van tevoren. Alleen bij de exit poll werden ze op 3 gezet. Op, daar staan nu naar 95 getelde gemeentes. Dus dat zijn er best veel. Hebben we de tussenstand waarin GroenLinks PvdA op 25 staat en de VVD op 23. Oftewel, het gaat er steeds meer op lijken dat GroenLinks PvdA de tweede partij wordt en VVD echt de derde partij. En we zien dus ook in ons schema
dat DENK flink aan een inhaalslag is. Want ze stonden voortdurend op het laatste kaartje. En nu staan ze eigenlijk vooraan alle partijen met 3 zetels. Die 3 volle zetels hebben ze nu echt ruim. En ze zitten op 3,7 zetels. Dus dan kan het met een beetje mazzel, kan daar ook nog een restzeteltje komen. En kunnen ze inderdaad op die 4 gaan uitkomen. En zeker als ze ook in Amsterdam en Den Haag goed gaan scoren. Wat voor hun hele belangrijke steden zijn. En ze zaten dus in Rotterdam ook echt ruim boven het schema van de 3 zetels. Dus je ziet DENK eigenlijk naar die 4e zetel kruipen. En je ziet GroenLinks PvdA echt op 25 uitkomen. En de VVD lijkt toch echt onder die 25 uit te komen. Na die 95 gemeenten die we geteld hebben. Er zijn natuurlijk nog, meer dan 240 gemeentes die nog geteld moeten worden. Dus het is echt nog niet beslist. Maar het ziet er heel goed uit voor GroenLinks PvdA voor die tweede plaats. Ik bedoel, de eerste plaats is volstrekt duidelijk. Dat gaat er maar 1 worden en dat gaat er ook echt. Ja, ik kan me eigenlijk niet meer voorstellen dat ze onder de 37 zetels gaan komen, de PVV. Nee, maar ik heb nog een vraag voor Maurice over Omtzigt, de partij Omtzigt. Die stond, denk ik, 3 weken geleden nog bovenaan. 30 zetels. 30 zetels. Wat is de reden volgens jou dat nu derde of vierde partij wordt? Nou, ik denk dat er een paar dingen waren. Ik bedoel, ik denk dat veel partijen. Hij is als politicus altijd heel hoog gewaardeerd. En dat is eigenlijk nog wel zo gebleven. Dus de waardering voor de politicus was groot. Wat er gebeurd is, als je gewoon de thema's en de debatten zag, dat het ook niet sprankelde. In de zin van, het inhoudelijke was wel sterk. Maar op een gegeven moment denk ik dat kiezers ook iets meer verwachten dan alleen maar iets wat degelijkheid enzovoorts is. En, dat was het belangrijkste ook nog, dat Wilders kwam niet in de debatten voor. Ja. Als Wilders meteen bij College Tour was geweest, had deze campagne totaal anders verlopen. Het was gewoon wachten op Wilders die erin kwam. En toen kon hij het thema, 2 dingen doen. Het thema immigratie kwam veel sterker naar voren. Ja. En dan kon hij profiteren van het feit dat Omtzigt hem op afstand hield. Terwijl een groot deel ook van de kiezers van de NSC wilde eigenlijk met Wilders. En ja, dat was eigenlijk ook een belangrijk kantelmoment. En dan zie je dat, bijvoorbeeld neem BBB-kiezers die in grote mate naar NSC wilden overstappen, die gingen op een gegeven moment naar Wilders overstappen en veel minder naar NSC. Omdat Wilders zich beter profileerde, onder andere in dat verkiezingsdebat bij SBS. En omdat die immigratie zo scherp neerzette. Ja. Ja. En Omtzigt toch meer. Maar niet de power had. Nee, precies. Wat Wilders erg sterk deed bij SBS was Timmermans aanvallen, aanpakken, grapjes maken, over zijn gewicht is al hier ook al besproken. Maar dat deed hij gewoon goed, omdat het goed overkwam. Terwijl de Omtzigt, de inhoudelijkheid is een prima verhaal. Ja, ja. Maar inhoudelijkheid schrikt misschien ook weer mensen af, want soms als hij aan het woord is, dan dat zie ik ook in reacties op Twitter bijvoorbeeld, dat mensen zeggen, ja, ik snap er nu echt niks meer van. Het klinkt allemaal heel geloofwaardig, maar wat hij precies zegt, gaat mij ver boven de pet. En dat is natuurlijk iets dat Wilders, die communicatie met ook wel het gewone volk, als je het zo noemt. Ja, maar daar is Wilders verbeterd in natuurlijk. Ja, maar ik denk het belangrijkste element was dat er behoorlijk veel kiezers zijn die de middelvinger willen opsteken tegen de gevestigde orde. Ja. Dat was BBB evident in maart. Zeker. Dat leek om zich te worden nu. En dan zag je toen Wilders er binnenkwam, zag je nou eigenlijk is Wilders daar een betere kandidaat voor. Ja. En toen Wilders eenmaal, laat ik zeggen, zichtbaar werd, en dat was de peiling die ik deed meteen naar SBS. Toen leek het inderdaad op dat nogal wat kiezers zeiden, ja, als ik mijn middelvinger wil opsteken, dan doe ik het eigenlijk toch liever via Wilders dan via Omtzigt. Het is zo ongelooflijk dat die partijen waar de middelvinger naartoe gaat, denk dan vooral D66 en Partij van de Arbeid GroenLinks, dat die dat allemaal niet steeds maar niet doorhebben. Wat een ergernis. Ook al in de VVD van Rutte, denk ik, hoor, eerlijk gezegd. Ja, ook misschien deels, maar ja, maar dat is het. Dat is toch eigenlijk zo. Ja, dat hangt een beetje van je eigen bubbel af. In de zin van, omdat iedereen zo in zijn eigen bubbel zit, onderkent hij niet de processen aan de andere kant. Ja. En kijken daar een beetje ontzettend op neer. Ja. Terwijl je best
inhoudelijk bezwaar kan hebben. Ja, maar je moet niet beginnen. Elke keer als ik het woord dom rechts van hem hoor of lees, dan denk ik, wat ben je nou in godsnaam aan het doen? Die jongen sowieso niet geloofwaardig. Die maakt reclame voor ergens waar je voor je pensioen kan sparen. Dan loop je over een treinstation. Maar die gozer heeft nog nooit de trein van dichtbij gezien, volgens mij. Hij loopt de schelde op Twitter, waar hij nu vanaf is. Terwijl hij een programma voor de VPRO maakt over onveiligheid op Twitter. Ja, maar even los van hem. Vorig jaar hadden we Sigrid Kaag natuurlijk. Dat was juist een hele enorme stemmentrekker. Juist voor het redelijke, fatsoenlijke, wat hoogopgeleide geluid in Nederland, denk ik. 24 zetels. Dus zo'n persoon hadden we nu niet. Rob Jetten heeft zich niet verlaagd tot wie zijn die mensen, of dat soort opmerkingen. Of het hooghartige, iets wat geaffecteerde, bekakte van Kaag. Dat was er nu helemaal niet. Ja, maar Rob Jetten klaagt al zijn hele leven over dat hij als over homoseksuelen die in Nederland worden beschimpt en aangevallen, actie voor de bejegend. Dankjewel. Maar durft daar niet de daders bij te noemen. Leuke stand binnen. We hebben namelijk Utrecht binnen op de laptop van Dennis. Mijn statie. Maurice, je kan hem zien, maar misschien kan Dennis hem zelf... Utrecht, hè? Ja, Utrecht, ja. Even kijken, ik heb hem hier... Op Maurice's laptop, Utrecht. Oh, ik heb hem. Dat is handiger. Nou, je ziet GroenLinks PvdA 35%. En dat is hoger dan die 25% waar we het over hadden. 25 doel, dus daarmee wordt PvdA GroenLinks allemaal weer omhoog gaan. Ja. PVV doet dan 9,9 en dat is, terwijl het echte schema 8,2 was, dat zal ze iets doen dalen, omdat ze zaten steeds op bijna meer dan de helft meer dan het schema. Nou, NSC ongeveer, nou dat is ook niet echt goed voor NSC. Als dat Amsterdam ook zal zijn, dan... Zouden ze wel eens toch naar 20 kunnen gaan dalen? Ja, als we even naar mijn laptop kunnen, daar heb ik nu de tussenstand na 234 gemeentes. En daar zit dus ook, Utrecht bij. En dan zie je dat de PVV een zeteltje kwijt is geraakt. Dus die zijn nu naar 37. Ik hoorde ergens dat bij mensen die op een andere manier de uitslag volgen, dat die nu denken dat de PVV net van 35 naar 36 is gegaan. Maar ik denk toch echt wel dat die 37 de bodem is voor de PVV. GroenLinks PvdA dus dankzij Utrecht weer een tikje voor op de VVD en 25 zetels. Goed, er zijn nu 234 gemeentes geteld, dus dan heb je nog iets van 110 gemeentes die geteld moeten worden. Daar zit bijvoorbeeld Amsterdam nog wel bij, maar er zitten denk ik ook nog wel een hoop van die Middellandgemeentes bij. Mijn gok is dat wat er nu nog komt, dat ongeveer hierop gaat lijken. Dus dat je eigenlijk de kans toch wel heel groot is dat GroenLinks PvdA de tweede plaats gaat halen. Ook omdat Amsterdam nog geteld moet worden. Waar we van een voorlopige tussenstand al weten dat ze het echt beter gedaan hebben dan het schema. We weten ook van die tussenstand dat de PVV het daar niet superveel beter heeft gedaan dan het schema. Dus dat die 37, daar toch heel erg op lijkt. En dan gaan we even nog naar de andere partijen kijken. NSC 21-20, daar zit het een beetje tussen. Kijk, VVD kan die 24, kan die ook nog kwijtraken, kan naar 23 vallen. Ik denk dat de kans dat de VVD nog naar 25 gaat, lijkt me vrij klein. Maar als we op mijn laptop hebben we de middenpartijen. Ja, die BBB op 7, ik zie ergens anders dat ze zijn gezakt naar 5. Dat lijkt mij heel sterk. Maar het zou kunnen. Maar ik heb er toch wel enig vertrouwen in dat die op de 7 uit gaan komen. Misschien 6 met een beetje pech. Maar je ziet ze toch op heel veel plekken het echt beter doen dan het schema van 6. Dus het lijkt me heel sterk dat die onder de 6 uit gaan komen. Ondertussen misschien nog mooi om even te kijken naar de kaart van Nederland. Die heeft de NOS heel mooi weergegeven. En daar kunnen we eigenlijk zien dat het één grote blauwe PVV-zee is geworden. Zo! Er mist alleen nog een paar van die meeuwen. Een klein enclavetje in het oosten, in Twente, dat geel is geworden. Het Omtzigt Gilde. Ja, ja. En ergens in de Randstad... Een verdwaalde GroenLinks PvdA gemeente met wat VVD-periferie. Een paar Vinex-wijkjes, VVD nog, maar verder is het allemaal PVV En het is als je kijkt wat er nog dus geteld moet worden. Kijk, de NOS neemt al wel de voorlopige uitslag van Amsterdam mee, dat hebben wij nog niet gedaan.
Maar als je kijkt wat er nog moet komen, dan is dat eigenlijk van alles wat er nu nog niet binnen is. Dus de kans dat we nog een hele andere uitslag gaan zien dan die nu in onze prognose zit, die is heel erg klein. Ja, dat is eigenlijk wat we de hele avond horen van begin af aan. Ja, we hadden eigenlijk na 5 gemeentes hadden we best wel een goede voorspelling van de einduitslag. Dat moeten we op het einde na gaan zoeken. Maar het zou mij niks verbazen als die voorspelling na 5 gemeentes, dat die ongeveer net zo dicht of misschien wel beter is, bleek dan de exit poll, wat wel geestig is. Het is nu 2:30 en ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ja. Maar wat zeg jij, Roderick? Stop het mee. Nee? Huh? Hoe jij wil naar huis? Nou, zo'n beetje. Zo langzamerhand wel. Zo langzamerhand wel. Je wacht nog maar even. Tot hoe laat hebben we je betaald? Nou, we hebben sowieso tot 4:00. Maar als jullie naar huis willen, zijn jullie ook weer. Wij zitten hier nog wel even. Ja. Nee, je mag zo naar huis. Maar ik wil toch even weten, Roderick. Wij worden morgen wakker in een land waar de PVV de grootste is. En dat hadden we 10 jaar geleden nooit kunnen voorstellen. Nee. Nou, woon ik toevallig. Word ik morgenochtend wakker in een stad waar de PVV helemaal niet de grootste is. En dat is maar eigenlijk een beetje nog een vraag aan Maurice. Want de PVV is de grootste geworden in Rotterdam. Maar dat is ondenkbaar voor een stad als Amsterdam. Ja, maar Rotterdam was ook leefbaar Rotterdam enzovoort. Ja, dus die hebben veel meer een rechts- of populistische... Ja, maar Rotterdam is meer, laat ik zeggen, de PvdA. PvdA-kiezers die meer naar rechts zijn geschoven. Ja, de arbeiders. En Amsterdam is meer de PvdA-kiezers die meer naar GroenLinks zijn geschoven. Ja, precies, ja. 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 Ja, en daar D66 is ook de grote partij. Nu ook niet meer, maar oké. Okay. Ja. Dat is echt verschil tussen de twee steden. Ja, ja, heel groot verschil. Ik heb nog één interessant ding gezien. Mm-hmm. Ik ben gaan kijken de uitslag van de Provinciale Staten van de linkse partijen. Want ik zei net, de Partij van de Arbeid GroenLinks haalde 17,4 en die haalt nu rond de 16%. Dan zou je bedenken, wat is het dan met de andere linkse partijen? Hebben die... nu dan meer. Maar dat is niet het geval, want D66 scoort ongeveer de Provinciale Staten. Ja. Maar SP en Volt, de Partij van de Dieren, doen het nu slechter dan bij de Provinciale Statenverkiezingen. Nou, bij de Provinciale Statenverkiezingen is de opkomst 58% en nu is het 78%, dus 20% meer bijgekomen. Het is niet zo, laat ik zeggen, dat de SP-kiezer nu rechts zijn geworden enzovoort. Dus die verschuiving die je dan ziet, die moet met name zijn doordat de groep die opgekomen is, rechtser is. Ja. Dus wat je hier eigenlijk ziet, is dat de linkse partijen over de hele linie, PvdA GroenLinks, D66 niet, maar goed, SP, Partij van de Dieren, ChristenUnie en Volt, naar beneden zijn gegaan. Niet doordat ze naar Partij van de Arbeid GroenLinks zijn gegaan, maar dat er gewoon de PVV-kiezer beter is opgekomen. Dat is er wat er gebeurd is. Ja, ja, ja. Want ondertussen zijn, nogmaals, die linkse kiezers zijn niet naar het midden of naar rechts geschoven. Maar die zijn gewoon per saldo minder opgekomen dan de kiezers van de rechts. Ja, dat is wel interessant. Dat is wel iets over de verbeterheid achter die middelvinger van de PVV. Exact. Ja. En deze middelvinger is bijna nog sterker dan de middelvinger van BBB uit van Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Jezus, Mina. Ja. Nee, je ziet het ook, hè, dat die kaart van Nederland er dan blauw, hè, allemaal PVV blauw. Ja, dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar het is gebeurd. Het is gebeurd. Nee, maar als je de kaart ziet van 2021, ik heb hem, ik zal hem zo laten zien. Ja. Ik gebruik alleen wat andere kleuren, maar die was ook helemaal blauw, namelijk VVD. Ja, precies. En dit is de huidige kaart van de NOS, van de grootste partij per gemeente. Zo. En lichtblauw in dit geval is PVV. En je ziet op een aantal plekken, de wat grotere steden nog, rondom Utrecht, Groningen in dat gebied. Amsterdam. En Eindhoven zie je nog, en Middelburg zie je nog PvdA GroenLinks. Ja. En voor de rest is het allemaal lichtblauw. De donkerblauw is hier VVD. En dat gelige rechts aan, dat is NSC. Nou, ik ga nu over naar de kaart. De kleuren zijn wat anders. Want bij de kaart die ik heb, is de lichtblauwe is VVD. Dit is de kaart van 2 jaar geleden. Ja. Wat? Ja. Dit is dus, dat blauw is de VVD is de grootste. Ja. Ja. Ook in Amsterdam was de VVD toen de grootste. Ja, alhoewel, toen was
En ik, wat wel het geval is, ik heb GroenLinks en PvdA opgeteld in 2021. Oké. Het is niet zo dat... Nee, ik snap hem. Ik heb alle partijen gewoon opgeteld. Nou, dat... En nu dit. Ja. Ja. Het is een uitslag waar met name links helemaal groggy van is en nog moet bijkomen. En ik heb zelf het gevoel, maar op dat punt ben ik altijd redelijk optimistisch. En vooral iemand die opportunities ziet. En ik denk dat ook voor Wilders het een dermate iets groots is, dat zijn continue frustratie die hij had, die kan hij nu van zich afwerpen. Ja. Dus in plaats van triomfalisme... Dus hij kan ook over zijn schaduw heen stappen, zeg jij. Ja. Maar dat is makkelijk zo als je 38 of 37 zetels hebt gewonnen hebt. Ja. En dan de hand uitreiken. Ja. En dat uitstrekt. En hij moet die hand uitstrekken, want als hij dat niet doet, gebeurt er niks. De Partij voor Verbinding, zeg je eigenlijk. Ja, dat wordt... Maar betekent dat dat ook de hand uitgereikt moet worden naar een Timmermans en naar een Jesse Klaver? Ik zie dat namelijk niet gebeuren. Hij kan namelijk op rechts met de andere partij, makkelijk ik denk dat, een kabinet vormen. Maar als ik VVD en NSC zou zijn, dan zou ik zeggen van, eigenlijk is dit de unieke mogelijkheid om de verbinding over rechts en links te maken. En bedoel, in een soort aanpak die ik net zei, met een heel beperkt regeerakkoord en heel veel vrije issues waar je elkaar gunt, maar ook ruimte laat en niet het kabinet hoeft te vallen als je elkaar niet steunt. Want ik heb ook het gevoel dat als je bijvoorbeeld mensen die jarenlang bij de PVV in de Kamer zitten, ik heb altijd gedacht, een grote probleem is, als ze uit de Kamer zijn, waar moeten ze dan naartoe? Ja. Als je bij PvdA in de Kamer gezeten hebt, kan je burgemeester worden. Of, maar niet bij de PVV. Nee, maar het interesseert. Dus, maar wat er bij de PVV gebeurt, en dat kan ik me ook goed voorstellen bij de mensen die in die Kamer zitten voor de PVV, dat die ook nu de opportunity zien om meer... constructief te worden eigenlijk. Geaccepteerd te worden. Ja, ja, ja. Dus... Dus dan zou je op die manier toch een nieuwe bestuurscultuur krijgen. Ja, dan wel. Ja, maar het interessante is dat juist Omtzigt de grootheid moet hebben om die opportunity te pakken. Ja. En niet te hangen op, maar in jouw stuk staat nog dat en dat. Of toen heb je dat en dat gezegd. Ja. En ik denk dat als dat gebeurt, ik denk dat een deel van Wildersen rabiate uitspraken ook meer zit ervan, omdat die in een soort outcast-rol zat. Ja. En dat het ook voor hem was een manier om de aandacht te trekken. Ik zie hier toch een informateur tegenover mij. Maar Ruud de Hond geeft zeker. Die timmert dat kabinet zo in elkaar, hoor. Ik zie ook wel een rol voor jou weggelegd, hoor. Ja. Heren daar, Frank. Jouw hartelijk dank. We hebben natuurlijk over een historische avond. Ik heb op mijn scherm een topic wat vandaag op de website geenstijl.nl verscheen. Geheel toevallig. En het is ook echt een historische avond aan het worden. Want als je kijkt, we krijgen natuurlijk de wet op het correctief referendum, waar een 2/3 meerderheid voor nodig is in de Tweede Kamer. Een 2/3 meerderheid die er in de Eerste Kamer al lijkt te zijn, als je de vorige stemming ziet. En in de Tweede Kamer hebben we nu dus partijen die de laatste keer voor waren. D66, dat zijn 9 zetels. PVV, dat zijn er 38. Nou, 9 plus 38 is 47. PvdA GroenLinks erbij, dat zijn er 25. Dan zit je al op 72. SP erbij, zit je op 77. Partij voor de Dieren, dat doet niks, dat is 80. FVD 83. BVNL is weg, ja, 21 is weg. Met BBB erbij zit je op 90. En dan met NSC zit je op 110 zetels. Even uit mijn hoofd, 111 zetels voor het correctief referendum. Dus dat lijkt er toch heel erg op dat er gaat komen. Dat we dat dus, die grondwetswijziging, die heeft vanavond een enorme kont gekregen. Ook door de flikse nederlagen van VVD, CDA en zelfs ook ChristenUnie. Dus we hebben ook gezien in het verleden dat partijen die eigenlijk voor het referendum zijn op het moment dat ze in de regering komen. D66. Bijvoorbeeld. Dat het nog best tegen kan vallen. Maar wie weet, het correctief referendum
zou er zomaar door kunnen komen. En Dennis heeft ook nog een laatste blik op de coalities. Ja, zie je. Dennis. Ja, als laatste. Nog een laatste blik op de cijfers aan het eind van deze avond. We hebben 317 gemeenten gesteld op dit moment. Zo. De coalities is ongeveer hetzelfde. NSC, VVD, GroenLinks, PvdA zouden eventueel nog met BBB of D66 met vier partijen een coalitie kunnen smeden. Ik vraag me wel heel erg af of dat realistisch is met die ongelooflijk hoge PVV, of je daar wel omheen kan. We zien ook dat zo'n rechtse coalitie veruit de meerderheid heeft. En een coalitie centrumrechts of een coalitie over links. Ja, dat is eigenlijk gewoon onmogelijk met deze uitslag. Om nog één keer door de partijen heen te gaan. De PVV hebben wij op 38 zetels. GroenLinks PvdA 25. VVD 24. NSC 21. D66 9. De BBB op 7. CDA 5. SP 4. Denk 3. Partij voor de Dieren 3, Forum ook op 3. En dan hebben we nog de SGP en de ChristenUnie allebei op 3, Volt op 2. En Ja 21 is als enige andere partij, zit heel dicht bij één zetel. Dus het kan er nog om spannen, het kan misschien nog net lukken. Maar op dit moment halen ze die net niet. We hebben de 4 uur dit keer niet aangetikt. Je weet maar nooit waar het heen gaat. Voor je het weet zitten we over een half jaar hier weer bij de volgende verkiezingenavond. Dank jullie wel, fijne avond, kom goed thuis en word lekker wakker morgen. Europese parlement.